En welkom allemaal bij een lekker spelletje van Goat Simulator. Jullie hebben ervan gehoord. Jullie wouden dat ik het speelde. Dus... gaan we ervoor zorgen. Wow, ik ben een echt geetje. Ja! Let's go! Pop, 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 naar waar gaan we? Naar waar gaan we, pop, naar waar gaan we? Nee, gaan we naar daar, dat is... Pap, heb ik het nou kapot gemaakt? Ik heb een gevoel dat dit niet klopt. Er staat maar één man daar. Pap, ben jij dat? Zoon, ik heb het hele park afgehuurd. Wat, pap? Heb je het hele park voor mij afgehuurd? Ja, zoon, je verdiende het gewoon. Oh, oké, ga ik dan. Oh, woppa! En hij bleef woppa roepen tot we hem nooit meer terugzagen. Nog eens! Nog eens! Hoppa! Oh, wauw, bijna op het dak. Kijk, pap. Nou, mijn zoon, je ziet er lekker dood uit. Weer een zoon minder om te voeden. Zo hoor ik het graag. Hij is ook zo zwak. Hij heeft ook zo'n zwakke pootjes. Mijn geitje. Goed, nou waar moest ik ook alweer zien. Even op de kaart kijken. Wat kan er nou? Oh nee! Nee! Ik ben dood gedaan! Nee! Hoe kan dat nou? Ik was gewoon even op de kaart aan het zien en ineens rijdt er een auto mee aan. Oh. Oh, dat is een knap wijfie. Oh, hey. Kom je hier wel vaker? Het is goede muziek, hè? Ja, ik zie dat je lekker aan het pompen bent. Nou, negeer dit dan maar! Ja, oké, okay, ja, ja, oké, okay, ja! Maak me dan ook niet kwaad! Ja. Het boeit hem echt geen zak. Hij belt gewoon de politie waarschijnlijk. Ja, er is een geit tegen mij in de auto gelopen. Wat moet ik doen? Is dat verzekerd? Mam! Mam, ik heb een meisje! Ik heb eindelijk een meisje gevonden, mam. Mam, ik heb eindelijk een meisje gekust. Ben je nu trots op mijn moeder? Ik zal nooit trots op je zijn, zoon. Beste mensen, het is niet te geloven, maar we hebben hem eindelijk naar deze stad kunnen brengen. Jullie hebben erom gevraagd. Hier is de geweldige Goatman. Dankjewel. Oh. Oh, ze komen toch nog terug. Ze zijn toch nog... Sommige vallen zelfs flauw. Oh nee, die komen gewoon terug van de dood. Ze weten niet eens, sommigen durven mij zelfs niet eens aankijken. Omdat ze dan denken dat ze gaan flauw vallen. En we hebben eindelijk de eerste geit in de ruimte gestuurd. We zullen zien wat er gebeurt. Oh, wauw. De ruimte ziet er wel een beetje anders uit dan ik dacht. Henry, voor je verjaardag hebben we een pikeje voor je gekocht. Wauw, dank je, pap. Wauw. En daar gaat onze zoon. Pap, ik hou van deze fiets. Dit is geweldig. Hij gebruikt zijn nek ook helemaal om te klimmen. Kijk hoe flexibel dat nekje is. Hallo meneer. Oh, hi. Gaat het wel met u? U ziet er niet al te blij uit. Oh, gewoon. Ik zit allemaal niet meer zitten. Dat snap ik meneer, dat snap ik. Het is allemaal niet zo plezant. Maar bekijk het ook van de andere kant. Oh nee! Nee, niet die kant! Nee! Ja, we hebben een melding. Die man die loopt niet eens meer. Hij is zo geëvalueerd dat hij kan glijden. Ja, weer een mooie dag als een geitwerker. Waar de fuck moet ik binnen? Ah, hier. Ja, inderdaad. Ik werk in... What the fuck is deze plek? Wat voor een kutplek is dit ook? Ah, het was weer een lekkere dag. Lekker naar mijn vrouw thuis gaan. Goedemorgen, schatje. Waar ben je? Hallo. Wat? Wie is die man? Wie is die man? Schat, dit kan ik niet geloven. Hoe durf je? Schat, ik ga naar boven. Ik wil je voorlopig niet meer zien, oké? Ik
wil gewoon dat je niet meer met me praat. Schat! Wat? Wie is deze nou? Wie is deze nou? Huh? Waarom zijn het geen geiten? Wat is dit, schat? Wat wil je me vertellen? Ik piep hem hoor. Ik moet hier zelfs niet meer zijn. Ik wil hier zelfs niet eens meer zijn. Wow! Ik denk dat we daar gaan. Vonden jullie dit nou een goede video? Vergeet dan niet om een duimpje te drukken, te abonneren en volgende keer weer te kijken. Matthias nu een specifiek. Wil jij Matthias nu een specifiek spel zien spelen? Laat dit dan achter in de comments.